Welkom bij GN Tour. We staan hier vandaag in de kelder. Heel veel zin in. Alles over derde, alles een beetje. Het is nog steeds de tweede beursdag op de E3. Heel gezellig, heel veel zin in. We zijn nog fris en fruitig. En vandaag gaan we onder meer langs bij Bethesda. Peter gaat Rage checken. Hij gaat naar die Elder Scrolls Skyrim. Daar heb ik heel veel zin in, maar ja, Peter mag hem doen. Ik mag bij 2K langs. Dan ga ik onder andere Bioshock Infinite. Voor mij nou, een potentiële topper van de show kijken. The Darkness 2 komt aan bod. XCOM ga ik heen. Kortom, heel veel zin in, heel veel drukte. Maar vooral heel veel toffe titels. Come da porta vichita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Er staat een enorme rots met mutanten. Ja, dat kan maar één ding betekenen. We staan bij Bethesda. En je hebt Rage gezien, gespeeld, gecheckt. Ja, Bethesda gaat twee ongelooflijk vette games uitbrengen nog dit jaar. En één daarvan is inderdaad Rage. Ja, ik heb er wat van gezien. En ik dacht, dat is heel veel shooter. Alleen maar knallen, maar er zit eigenlijk veel meer achter. Ja, absoluut. Rage is ten eerste een hele mooie game. De tweede is de game die zich afspeelt in een soort wasteland. Beetje Borderlands meets Fallout, weet je wel, zo'n wereld. Je kunt opdrachten aanpakken van allemaal mensen. Lijkt een beetje op RPG, is het toch helemaal niet, want het blijft toch wel echt een shooter. Maar wat ik vandaag gespeeld heb was de Authority Prison. Een prison van de Authority eigenlijk. Ik moest iemand bevrijden daar. En daar komt eigenlijk op neer dat ten eerste de AI heel sterk is. En ten tweede dat de game ook heel erg leunt op puzzels. En dat vind ik heel erg vet. Ja, want je hebt eigenlijk meer wat een beetje Half-Life-achtig. Gewoon en knallen en dingen oplossen. Ja, dat is tegenwoordig in shooters wordt er veel te veel alleen maar geshoot. In Rage wordt het afgewisseld met puzzels. En daar heb je vette gadgets voor nodig. Maar voor gadgets dan? Want gadgets zijn tof. Ja, gadgets zijn altijd leuk. De vloer stond onder stroom. En er is een generator. En jij moest je generator kapot maken met een EMP-grenade. En om bij elke, of bij de, ja, precies. En om bij elke generator te komen, had je elke keer weer een andere route nodig. En andere snufjes nodig. En een AC-car met een bom. Of je spider-drones om mensen te verslaan. Die spider-drones die lopen echt als spinnen. Ziet er super vet uit. En sowieso ziet de game er heel mooi uit. En op die manier moest je steeds verder gaan. Oké, tof. AI. Dus, AI, want dat is iets wat heel belangrijk is. Dat is heel belangrijk. En ik had echt heel veel moeite met mijn tegenstanders. Nee, misschien dat ik zo slecht ben. De AI is heel sterk in deze game. En voor shooter-fanaten die toch even iets meer willen dan alleen maar schiet, is Rage echt een fantastische titel waar je helemaal in kan duiken. Oké, klinkt goed. Mooie graphics. Leuke gameplay, afwisselend ook. En iets volgens mij waar je ook echt heel veel uren zoet mee kunt zijn. Want volgens mij wordt dit geen korte game. Ja, absoluut niet. Het wordt gewoon een lange game. Er is een wasteland. Er zijn buggies. Quads. Je hebt voertuigen nodig om van A naar B te komen. En dat heeft de game ook nodig. Okay. Ja, en als je het over lange games en Bethesda hebt in één zin. Ja, dan ga je al heel snel door natuurlijk naar die Elder Scrolls Skyrim. Hoe tof is dat? Want mensen kijken daar zo erg naar uit. Naar al die honderden uren die ze met Oblivion hebben doorgebracht. Ja, ik heb in Salt Lake City voor de Bethesda Gamer Days al een hele uitgebreide preview geschreven. De meest uitgebreide die ik ooit heb geschreven. Nou, ga die dus snel nog even bijzoeken. Maar ik kreeg vandaag 10 minuten nieuw materiaal te zien van een nieuw level. Heel groot landschap met gras. In het midden een heel pittoresk kasteeltje. Dat werd bewaakt door een paar boogschutters, vriendelijke. En in dat grasland liepen twee mammoeten en een reus. En het mooie aan de game is dat die vallen je niet aan. Want die hebben niks met jou. Dus die hebben geen beef met je. Dus als jij ze niet stoort, vallen ze niet aan. Natuurlijk gingen we ze wel storen en gelijk kapot maken. Je hebt magic. Je hebt wapens, je hebt pijlen en boog en je hebt shouts. En shouts zijn omdat je een dragonborn bent. En een dragonborn kan de drakentaal lezen en daardoor extra spells gebruiken. Dus naast dat je spells met je handen gebruikt, gebruik je ze ook met je mond. Dat zijn de shouts. Oh, tof. En ja, is er nog iets bijgebleven? Heb je ook met die draken gevochten uiteindelijk? Ja, de draken spelen een hele grote rol in de game. Want als je een draak verslaat, kun je zijn krachten absorberen. En dan heb je weer een nieuwe shout, bijvoorbeeld dragon breath. Dat is gewoon drakenbreath met vuur. Vuur. Ja. Precies. En we moesten nu twee draken verslaan. De eerste een gewone draak en de tweede een ice dragon. Maar hoe dat in zijn werk gaat, het is zo episch. Die draken zijn helemaal op zichzelf. Hè. Er is niks scripted. Ik bedoel, die draken doen wat ze moeten doen. En op een gegeven moment verzwak je ze. En toen stortte die ice dragon neer in het gras. En toen zag je achter hem in het gras, zag je dat het gras door was. Die game wordt helemaal elk moment gerenderd. Zo werkt het ook met sneeuw bijvoorbeeld. Als het gaat sneeuwen, komt de sneeuw te liggen. En het is niks van tevoren gemaakt. Weet je wel, het wordt allemaal gegenereerd in de game. En dat maakt deze game zo mooi en geloofwaardig. En mooi! Ja, ik denk dat dat iets waar heel veel mensen op zitten wachten. Gewoon een mooi, nieuw, uitdagend, episch, uitgebreid vervolg. Ja, absoluut. En het vet gewoon dat je die draken, dat die een grote rol krijgen. Dat je shouts hebt, dat is zo vet. Klinkt heel goed. Nou ja, de Bethesda heel hoopgevend. Verwijs nog even inderdaad naar je eerdere previews van de Bethesda Gamer Days.
En ik denk dat ook Bethesda weer gewoon heel veel te knallen heeft dit najaar. Dat denk ik ook. Dat komt wel goed met ze. En wanneer eigenlijk? 11. 11? 11. Natuurlijk is 2K ook hier op de beurs in Los Angeles. Dat is natuurlijk niet zo raar. Michiel heeft zojuist 3 games van ze gecheckt, waarvan we de 2 nu even gaan behandelen. The Darkness 2 en natuurlijk Bioshock Infinite. The Darkness 2, het eerste deel was eigenlijk een soort verrassing, want die game was heel erg vet. Ja, hij was gewoon heel erg goed. Het is weer zo'n cult-hit bijna eigenlijk, die heel veel mensen heel tof vinden. En die toch niet helemaal het grote publiek heeft weten te bereiken. Dat is heel jammer, maar gelukkig, er komt gewoon een tweede deel. Ja, en waarom gaat de tweede deel het grote publiek wel bereiken? Ja, ik denk dat ze deze gewoon veel beter kunnen inzetten, want het ziet er gewoon heel goed uit. Het is heel, ja, eigenlijk kleurrijk, hoge contrasten. Ze willen eigenlijk alsof je een soort graphic novel speelt, dat willen ze teweeg brengen. En ja, het ziet er naast dat het er goed uitziet, is het gewoon qua gameplay ook gewoon heel lekker. Je kan heel veel doen met de dual wielden met guns, maar je kan eigenlijk ook quad wielden als je ook je demonische armen gaat gebruiken. Dus die demonische armen waren ook wel zo vet in het eerste deel. Ja, er zit gewoon heel veel in. Ze hebben nieuwe progressiesystemen gedaan. Ja, eigenlijk heel veel, daar kom ik in een geschreven preview nog op terug, want er is echt veel te veel om nu even te behandelen. Ook over het verhaal, voordat je spoilers krijgt natuurlijk, ga het eerste deel vooral spelen als je het nog niet gedaan hebt. Maar het is gewoon heel tof, het gaat eigenlijk weer iets later verder. En ja, die demonische armen kunnen heel veel brute kills maken. Kan je weer gewoon experience points mee verdienen. Kan je hele toffe wapen upgrades mee krijgen. Dat je ook speciale krachten krijgt. Dat je bijvoorbeeld voor een aantal seconden gewoon non-stop kunt schieten. Of mensen echt gewoon door muren heen kunt zien. En ook door muren heen kunt raken. Ja. En dat zijn een paar kleine voorbeeldjes van eigenlijk van alles wat er mogelijk is. Ja, en meer gaan we lezen in zijn review. We lezen vooral in de geschreven preview die uitgebreid verderop gaat. Maar, Bioshock Infinite. Oh, 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 wat hebben wij zin in deze titel. Ja, verschrikkelijk. Heel veel zin erin. Ik heb hem vorig jaar gecheckt. Toen was ik eigenlijk al ontzettend enthousiast erover en ik heb nu meer ervan gezien en wat een pareltje. Ja, het is altijd moeilijk bij dit soort games om iets uit te lichten waarom deze game zo goed is. Ja, het is gewoon sfeer. De wereld heeft zoveel sfeer, dat weten ze bij Irrational Games, gewoon zo goed neer te zetten. De wereld ziet er prachtig uit. Columbia, die zwevende stad. Er gebeurt van alles. En ook die samenwerking tussen je hoofdpersonage, wat je zelf bent, Booker DeWitt, en Elizabeth. Eigenlijk een wat, ja, vraagteken voor de meeste mensen is, wat voor meisje is dat nou eigenlijk? En die heeft dus ook speciale krachten. En daar zagen we nu ook iets meer van. Want op een gegeven moment kom je ergens, ligt er een ziek paard. En dan denkt die Booker DeWitt, denkt van, nou, ik schiet er gewoon even een kogel in. Dan zijn we er vanaf. En zij begint er een beetje bij te huilen. Een beetje kinderlijk komt ze haast over af en toe. En denkt van, ik heb het gevoel dat ik hier iets meer mee kan. En dan op een gegeven moment legt ze de handen erop. En dan zie je gewoon steeds meer, behalve dat paard, ook de hele wereld eromheen wegtrekken. Wow. En op een gegeven moment schiet het helemaal weer terug, is er niet krachtig genoeg ervoor. En dan merk je wel dat zij echt bijzondere gaven heeft. En niet veel later gaat het nog een stapje verder. Dan exploderen haar gaven gewoon op een kort moment. En dan sta je gewoon midden in een high-tech, neonverlicht centrum. Bussen komen op je af, dus dat past totaal niet in die tijd. Dus het heeft eigenlijk wel veel weg van dat zij een soort toekomstbeeld naar voren kan halen. Oh, wat vet. En wat ik zo vet vond aan de vorige trailers, die ook, er werd soms gesprongen van ballon naar ballon, van eiland naar eiland. Heb je dat ook gezien? Ja, ze hebben eigenlijk een soort zipline hangen, zo'n light rail die daar hangt, daar gaan echt van die karren aan. Maar daar heb je dus zelf ook een soort katrolhaak. Ja. En dat komt zo vaak, zoveel snelheid komt er dan ineens in, dat je gewoon haken, met je haak van rail naar rail kan springen. Achtervolgingsscènes krijg je ook als je vijanden hebt en zo. Dus er zit zoveel actie en zoveel variatie in. Waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, is eigenlijk of ze een beetje die Adam en Eve bijvoorbeeld, wat uit de vorige Bioshock heel bekend was, of ze dat nog op een manier erin verwerken. Ik denk het wel, want het heeft natuurlijk wel een Bioshock vibe, ondanks dat je niet meer op Rapture bent. Vet, ik wil deze game spelen. Ja, ik wil hem ook heel graag spelen en we moeten gewoon nog tot volgend jaar wachten, minstens. Ik hoop dat ze het gaan halen, maar het ziet er gewoon zo goed uit en het heeft zoveel mysterieuze dingen in zich, zoveel eigenlijk leuke vraagtekens. Heel tof. 2K, vet man. Ja, echt heel positief.